Wat is de airport community en wat doen jullie? Wel, sinds de aanslag van 22 maart 2016 komen wij op regelmatige tijdstippen samen om met vrijwilligers, hulpverleners, slachtoffers, verdienstelijke persoonlijkheden mooie momenten te beleven, om het zinloos geweld achter ons te laten, onze rugzak even aan de kant en mooie momenten te beleven. Tonen dat er mooie dingen kunnen ontstaan door samen te zijn, door samen eigenlijk in elkaar te geloven, elkaar te inspireren. En vandaag is dat voetbal? Vandaag is het eens futsal. Wij hebben inderdaad samen met Anderlecht, futsal en Anderlecht, tout court, eigenlijk de handen in elkaar gestoken, met Belleheide ook, om eigenlijk iets mooi een keer aan te bieden, omdat er veel mensen bij ons graag voetbal zien spelen, maar ook zelf beoefenen. De mensen die bij jullie zijn aangesloten, dat zijn mensen uit de justitie, mensen uit de politiek, ook een aantal BV's. Hoe hebben die elkaar gevonden? Wel, ik moet wel toegeven, ik heb heel veel mensen aangeschreven en dat is blijkbaar goed gelukt. Men heeft er op ingegaan, ook omdat natuurlijk zo'n tragedie als 22 maart bij veel mensen nog altijd iets losweekt. En zeker de uitnodiging om te verzoenen, om te verbroederen, ja, dat laat niemand onberoerd. En futsal is wel heel leuk en in een ongelofelijke opmars. Futsal is een populaire sport aan het worden en wij willen graag ons steentje bijdragen om ook het maatschappelijk veld te bereiken en eigenlijk dan ook wat te verruimen. Is de uitslag belangrijk vandaag? De uitslag is van ondergeschikt belang. Het is vooral het samen zijn. Natuurlijk, iedereen gaat hier het beste van zich willen geven. Want je speelt niet elke dag tegen Anderlecht bijvoorbeeld. De beste ploeg in de futsal. In futsal. En er zijn ook wel een aantal kastaars van de echte voetbal hier aanwezig. Dus het zal niet van de poes zijn. Sabi Mehdi, je was al aan de opwarming bezig. Ja, ik moet zeggen, ik heb heel lang gevoetbald. En als ik een bal zie en een goal, dan heb ik goesting om te voetballen. En straks, mag je voetballen? Straks mag ik proberen opnieuw eens te voetballen. Ik heb dat lang gedaan, 10 jaar lang gevoetbald, maar de knieën zijn kapot, dus er schiet niet veel meer van over. En de conditie is verschrikkelijk, dat zullen we straks ook wel zien. En waar heb je gevoetbald? In Brussel, bij Royal Racing Club of Brussels was dat toen. In een amateuristische ploeg, maar wel heel plezant. Veel hamburgers gegeten ook. Dus het was vooral voor de sfeer. Maar ik voetbal heel graag en ik ben nog altijd een grote voetbalfan. Vertel eens over de airport community, wat jullie doen en waarom jullie dat doen. Maar ik vind het ook vooral heel mooi dat we elkaar moeten steunen. Het is een mooi initiatief. Het is niet de eerste keer dat ik meedoe trouwens. Ik heb vorig jaar ook eens meegedaan. Ook toen geen memorabel moment achtergelaten. Behalve dan het feit dat je met elkaar kunt spelen. Mooie solidariteit kunt laten zien. Dus ik doe graag mee. Wil je straks scoren? Is dat een doel voor vandaag? Dat is altijd een doel geweest, maar dat is niet zo vaak gelukt in het leven. Toch niet op een voetbalplein. Ik ben vaak de verdediger die probeert andersmans geluk af te pakken als ze een goal willen maken. Dus ik ga me als verdediger focussen, denk ik, op mijn verdedigende taak. Mike, speel je nog regelmatig voetbal? Ik speel zeker nog regelmatig voetbal. Ik heb gisteren nog gevoetbald. Geen 90 minuten, maar 75 minuten. We hebben in Lommel ook onze wedstrijd gehad met Komok. En dat heb ik woensdag ook nog gespeeld. Dus deze week heb ik al bijna 3 wedstrijden achter de rug. En hier gaan er een paar zijn van 20 minuutjes. Dus dat gaat zeker nog gaan. Ondanks 1 slechte, echt slechte knie. Hè. Maar ik heb een apparaatje gepakt en dat is een beetje verdovend. Dus pijnverdovend. En dan drink ik straks een pintje en dat is het helemaal gedaan. Dus geen probleem. Ben Weitje zit al volop in de opwarming. Ja, wel, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben al opgewarmd. Ik ben deze ochtend al gaan lopen. Ben ik al in Spetersleven zijn we al een piste gaan inlopen. Maar dus, ja, ondertussen proberen we wel een beetje warm te blijven. Want die spieren zijn wel een beetje stijf en stram. Ik heb de zondag nog 40 kilometer gelopen. Dus dat moet toch een beetje terug soepeler worden. Maar wel een goede conditie om hier te voetvallen. Ja, maar kijk, niet tegenstaande ben ik nu al op mijn adem aan het trappen. Maar je moet zien dat je goed warm staat. Want ja, op onze leeftijd ga je toch wel misschien bij iets vatbaarder voor blessures. Dus ik moet zien dat ik goed warm ben. Je draagt de kleuren van Anderlecht. Je speelt met de Legends mee vandaag. Ja, ik ben een trouwe Anderlecht fan al jaar en dag. Dus ik ben wel heel fier dat ik in deze outfit mag aantreden. Ja. Tegen de politici. Dus ik sta aan de kant van de profvoetballers. Vandaag dat ook. Wat vind je van een initiatief zoals dit van de airport community? Ik doe elk jaar mee. Ik moet wel herkennen, vorig jaar was het in Zaventem. Dat was veldvoetbal. En dan zat ik na 3 kwartier al met een ligamentenblessure al aan de kant. Dus ik zal toch wel een beetje moeten opletten. Dit is natuurlijk iets zachter, maar toen was het veldvoetbal. En het ging er serieus aan toe. We waren serieus getraind. Het was een ploeg van,
van de security van Zaventem. Dat was allemaal zo'n beren van gasten waar ik 3 keer in kon. Dus dat herinner ik me nog altijd. Dus ik hoop dat het minder pijnlijk zal zijn vandaag. Christophe, ik begrijp dat voetbal geen onbekende is voor jou. Wel, ik heb de eer en het genoegen om hier een stadionomroeper te mogen zijn. Niet alleen in het Koning Boudewijn Stadion en in Leuven als de Red Flames spelen. Maar ook hier als de Rode Duivels spelen, voetbal. Dus ik ken het hier al een beetje. Ja. Ik ben een beetje kind aan huis. Ja. Voetbal is iets wat geweldig in opmars is. Voetbal is in opmars en heel terecht. En zeker Belgisch voetbal, als je kijkt naar wat Anderlecht op Europees vlak allemaal bewijst. Ik vind het ook leuk, omdat voetbal ongelooflijk dynamisch is. De eerste keer dat ik hier moest komen oproepen, wist ik niet wat ik meemaakte. Als je tempo gewoon bent van de Rode Duivels, dat al heel hoog ligt, op een gewoon veld. Maar hier, dat was niet normaal. Dat was echt niet normaal. Dat ging van her naar der en heel snel allemaal. Dus ik vind dat wel. Ik vind voetbal eigenlijk heel cool. Ja. Er is meer sfeerambiance, want er is ook muziek bij en zo. Er is muziek bij, er is ongelooflijk veel lawaai. Wat ik geweldig vind natuurlijk als stadionomroeper. Heel leuke ambiance. Dat is me ook altijd opgevallen eigenlijk. De sfeer zit altijd goed. Het was hier onlangs, denk ik, België-Polen. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels. De sfeer was beestig bangelijk. Dat was echt fantastisch.